Minister Armand Agaibersing van Financiën en Planning heeft afgelopen vrijdag een speciale leningsovereenkomst getekend met president Mauricio Claver Caron op het hoofdkantoor van de IDB. Het gaat om een lening, Macroeconomic Emergency Program to Protest Economic and Social Development, waarbij Suriname een eerste tranche krijgt van $50 miljoen. Deze speciale ontwikkelingslening moet daarom ook gezien worden als ondersteuning bij de uitvoering van het IMF-programma. In februari van dit jaar zijn ook 3 reguliere leningen met de IDB getekend voor een totaalbedrag van $85 miljoen voor ondersteuning in de sociale sector, het onderwijs en drinkwater. Deze lening heeft een trekkingsperiode van 1 jaar, een aflossingsperiode van 7 jaren, een graceperiode van 3 jaren en een rente van tussen de 2 tot 3% per jaar.